En ik kreeg echt wel geteld 10 seconden geleden te horen. Alleen, ik kreeg gelijk pakketjes binnen. Oh, man, de deur uit, kind op bed. Thee. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en ik ben boven, want ik mag mijn woonkamer niet in. Sarah is iets aan het regelen, Denise helpt ermee, ik mag niet weten wat, ik mag me er niet mee bemoeien. Dus ik was boven heel veel aan het opruimen en aan het doen en ik ga nu even douchen en aankleden. Marco is nog heel even weg voor zijn werk, die komt straks weer thuis en dan gaat hij verder met verbouwen. Het enige wat ik weet is dat we alles weer op orde moeten hebben voor volgende week zondag. Want ik weet wel dat ze het doet iets voor volgende week zondag. Maar ik heb verder geen idee. Dus wel heel erg leuk. En gelukkig kan ik heel goed niet nieuwsgierig zijn, zeg maar. Denise helpt er. Dus er is volwassen toezicht op wat er gebeurt. Dus het is allemaal prima. En ja, ik merk het vanzelf. Dan zeg ik gelukkig kan ik vrij goed loslaten. Ik ga nu even kleding uitzoeken en me aankleden. En dan zo nog even een wasje erin doen. En dat soort dingen, tot ik weer naar beneden mag. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Mijn haar zit echt heel plat. Ik weet niet, ik had het boller, maar het wil niet blijven zitten. Blouseje van Guess en broek van French Connection. En ik kreeg echt wel geteld 10 seconden geleden te horen dat ik weer naar beneden mag. Yay! En ik kreeg gelijk pakketjes binnen. Alleen balen, het moesten 3 pakketten zijn. En DHL heeft besloten de 2 wel te bezorgen vandaag en eentje gewoon later. Daar baal ik van, want ik wilde het in 1 bestelling doen. Maar de app die deed het niet, hij bestelde het niet. En toen heb ik het in 3 gesplitst en toen bestelde hij het wel. Deze, dit is een geheim cadeautje. Want wij zijn dinsdag 3 jaar getrouwd. Dus ik heb een cadeau van Marco besteld. En dan hoop ik dat deze niet gestolen wordt. Want voorheen is natuurlijk een van die huwelijkscadeaus gestolen. En ik denk dat is jammer, want ja, dan heb je voor elk jaar een horloge. Dat vond ik leuk. Maar ik heb dit jaar deze besteld. Ik ga hem wel even in het doosje laten. Maar deze is van Danish Design. En die vond ik wel heel mooi. Juist omdat hij heel simpel is. Eigenlijk. Hij is heel plain. En hij heeft de andere die is veel bedekt. Ja, weet je, hij heeft allemaal verschillende soorten horloges. En juist doordat deze zo... Ja, vond ik dit dus heel erg leuk. En dan dit pakket. Dit moest dus 2 pakketten zijn. Dit is allemaal de kleding die ik voor Sarah besteld heb. Maar er is dus een heel deel ook niet van binnen. Deze wel even bewaren, want ik heb heel veel broekjes in verschillende maten. Maar ik weet dat niet alles daarvan gaat passen. Want het ene broekje was alleen 116, maar daar stond het wat groot. En de andere is ongeveer alleen 128 of 122. Dus... Maar met merken wil dat zo verschillen. Dus ik ga het wel allemaal laten zien, maar we gaan kijken wat we houden. Ik heb deze zwarte top voor de bestel. Deze is van Tom & Dry. Dit is zo'n motiefje. En dan met een hemdje eronder. Dan schijnt het niet door. Want dat vind ik niet netjes. En dan die leuke roesjes eraan. Die vond ik echt wel heel schattig voor haar. En die mag het zo meteen allemaal gaan passen. Nee. Deze top van Ikea. Mop, als je die past. Dan kunnen we niet kijken wat er goed zit en wat je kan houden. Want ik ga het niet zomaar allemaal in je kast leggen. Oh, dit is niet de top. Dit is het broekje. Ik dacht de top. Kijk, dit is een high-waisted short. Echt geweldig met knoopjes. En Sarah houdt wel van high-waisted. En er zit echt een te grappige sleutelhanger bij. En dit is het koord wat je dus om kan knopen. Want een paar korte broekjes zitten ook wat smaller. Dan is dit het shirtje. Ook van Replay. Vond de collectie trouwens echt leuk dit jaar. Ik had eigenlijk nog niet gekeken, omdat ze zoveel nog paste. Kijk, dat is deze top. Die heeft hier ook kant en dan die roesjes bij de nek. Ik vond deze echt zo geweldig leuk. Kijk die mouwtjes. Dus ik hoop echt dat deze past.
Dan hebben we deze. Dit is een broek van Shinjiro. En dat is deze. Deze is een skinny spijkerbroek met heel veel bewerking. Die is leuk, hè? Maar hij moet wel goed zitten. En aan de onderkant gewoon onafgewerkt geraakt. Dit is ook al voorbij. Ja, dit is sleutelhanger ook. Dat doen ze heel vaak bij kinderdingetjes. En ook op de zakken worn. Dus deze vond ik zo leuk toen ik hem zag. Dus de ene vond ik leuker dan de andere. Sommige zijn wat meer standaard. Deze broek, ook van Virginio. Dat is deze. Deze is flared. En Sarah wilde heel graag een flared spijkerbroek, zei ze vorige keer. Het is een flared spijker legging. Ik vind hem er wel heel breed uitzien. Hij is wel smaller te maken. Maar goed, we gaan het zien. En ik ga haar eigen ontwerp maken. Oh, deze is ook van Virginio. Terwijl ik meerdere merken had. Stel, dit is het pakket met van Virginio. Kijk, deze heeft deze bewerking op de zak, die bloem. Deze is dan weer skinny. En die heeft ook die bloemetjes. Dus gewoon een blauwe spijkerbroek. Deze vind ik weer heel lang uitzien. En ze wordt ook lang. En deze is dan ook van Virginio. Ah, en ik wou al zo dat het andere pakket zal dan dinsdag was komen. Dat vind ik niet zo leuk. Dit is die laatste, met zo'n streepje erin. En dan ook aangerafeld aan de onderkant. En hij loopt ook een beetje rond, waardoor ik hem vaak leuker op de voet vind vallen. Dus deze vond ik ook echt super, super leuk. En de rest moeten we afwachten. Ik ga het zijn allemaal even laten passen. Kijken wat er wel en niet past. Ik heb de goede zakken overal bijgehouden. Dus we gaan het zien. Als jij zo klaar bent, Sarah, mag je het even zeggen? Dan gaan we nog twee te doen hierna. Ik wil verder helemaal niks weten. Dat mag je helemaal geheim houden. Maar dan laat je het weten, dan gaan we het even allemaal proberen. Oké? Okay? Ik had denk 3 à 10 minuten. 3 à 10 minuten, oké, pop. Oh, man, de deur uit, kind op bed. Thee, tv. Ik heb een vlog die staat te renderen. 2 renderen, 1 editen en dan ben ik klaar voor vandaag. Ik ga morgen betijds de deur uit, dus ik wil echt een keer betijds op mijn bed liggen. En even mijn rust pakken. En dan nog 2 weken. En dan schoolvakantie. En daar heb ik echt zo verschrikkelijk zin in en behoefte aan. Gewoon even niks. Ze is natuurlijk heel weinig op school geweest de afgelopen tijd. Maar ja, je bent toch met school bezig en vaak gewoon vroeg opstaan en alles. Dus even niks moeten, echt zo lekker. En alle studiedagen, vrije middagen, alles is vervallen bij ons op school. Dus ja, ik heb er daar wel echt heel veel zin in. En nu ben ik heel erg donker. Ik weet af en toe niet, deze instelling ben ik de ene keer redelijk licht en de andere keer heel donker. Maar goed, ik ga lekker op tijd naar mijn bedje. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!